mensen van 0203 Michael. Wij gaan de kampioenswedstrijd spelen. Ik heb even mijn voorhoede allemaal een kaartje gegeven. Ik zal het even laten zien. Hij koppen. En die pasen. Dus Mertens en Narsing pasen. Blablabla. En Matas dus koppen. Ik zit te twijfelen. Zou ik er nog een paar geven? Ik ga denk ik nog even kijken. Oh, fuck. Of ik misschien voor hem nog een gebruiksitem heb die handig is. Nee, ik heb weinig keepers, zoals je ziet. Geen. Maar we gaan in ieder geval tegen Charlton onze, onze kampioenswedstrijd spelen. Ja. Ik ben er klaar voor. Ben ik klaar voor? Grapje. Nee, geen grapje. Ik ben er wel echt klaar voor. Ja, dit is wel grappig. Boom. Yay. Oh fuck, dat ging falend. Boom. Oh, nou, laat maar. Ik ben echt zo slecht in dat soort. Het lukt bij mij nooit. Oh, kijk hier even Toyfoon. Ja, dat van hun zij hebben nog nooit gescoord. Me, come on. Oh, nee. Hij heeft een dribbel, hè, dus. Boom. 1-0. Haha, van Bommeltje binnen 4 minuten. Staat op de juiste plek. Fuck yeah. Ik ga even goed zitten. Want, oh. Laat ik mijn controle vallen, Michael. Dat is niet goed, hè. Dat is niet goed. Nou, dan gaan we dan weer, hè. Voor de kampioenschap. Oh. Voor het kampioenschap gaan wij nu spelen, dus dan wordt het een stukje belangrijker dat we deze met een overwinning afsluiten. Maar zo lijkt mij ze, zullen ze denk ik het mij niet makkelijk gaan maken. Oh, daar stond Narsing helemaal vrij. Narsing, passen, scoren, Mertens. 10 minuten gespeeld, het staat op 2-0. Even goed maken wat ik allemaal de vorige afleveringen fout deed, want toen werd het 2-0 en 1-0. Nou staat het al 2-0 binnen 10 minuten. Dus eventjes jullie teruggeven wat jullie de afgelopen twee afleveringen niet gekregen hebben. Nee, jongens. Nee jongens, jullie gaan het niet doen. Nee jongens, dat vind ik niet goed. Dus dan gebeurt het ook niet. Holy fuck. Nou goed, we staan. Narsing. Oh, zo'n dribbelkaart die is echt leuk man, zo'n dribbelkaart. Boom. Ah. Goeie redding. Boom. Yeah! Toyfone 3-0. Dit wordt een monster score als we zo doorgaan. En dan gaan we ook. Want ik ga nou echt niet afremmen. Want ik ga waarschijnlijk volgend de divisie 2 toch niet meer met deze doen. Dus ja. Ik heb helemaal zin om. Om eens even. Holy shit, dat was slecht. Oh, dat was niet de bedoeling. Ik wou eerst ingrijpen. Toen wou ik eigenlijk sliden, maar toen om down dacht ik, nee, ik moet weer ingrijpen. Zo, nog een mannetje extra aan de muur. Oh, dat was een grappige variatie, maar die gaat er mooi niet in. Mafkees. Denkt even grappig te zijn hier, Rodi. Die gare halve Chinese mafkees. Niks tegen Chinees hoor. Maar daar kwam als eerste helemaal. Boom. Wat? Wat doe ik? Oké, lol. Lol. Dat was echt even een what the fuck gebeurt hier moment. Oh, nee, niet zo sliden in mafkees. Het zijn een beetje gare mafkees bij mij nou allemaal. Ik denk we staan 3-0 voor, we kunnen alles. Maar zo simpel is het nog niet.
Ah, dat ging niet zoals ik bedoelde. Ah. Boom. Nee, die kant. Ja, dan is hij heel makkelijk hoor. Nothing, 4-0. We blijven uit de sleur van de 3-0. Dat is wel leuk. En nou op een... What the fuck, die hem Nothing? Ik raak niks aan. What the fuck zit hij te doen? Ja, oké, dat was een makkelijke kopbal, maar toch. Je moet ze ook makkelijk kunnen maken om kampioen te kunnen worden. En dan betekent dat we dus als... Ja, het lijkt me niet dat ik nou nog ga verliezen. Dus dat betekent dat wij gewoon ongeslagen... Dit seizoen hebben gewonnen. Ja, boom en boom. Ah, dat was een goede redding. Dat was een goede redding. Moet toegeven. Doe het niet vaak, maar moet nu toch wel even. Oh, dat was slecht. Dat was niet goed. Fuck. Gewoon wat proberen. Gewoon proberen. Nee. Dat is de fucking 4-0 hier. Kom al. Oh, ja, dacht dus even niet, hè. Nee, jongens. Nee, dat dacht ik dus even... Nee, dat dacht ik dus even niet, hè. Van Bommel. Nothing, die heeft een dribbelkaart. En dat gaan we even laten zien, dat hij kan dribbelen als een bazige baas. Hier, kijk mensen even gaan. Ah, nou beginnen ze toch even. Of ik denk nou te makkelijk, dat kan ook. Boom. Ah, maar die keeper, die had zeker ook een kaart. Nou. 4-0 in de rust. Terwijl normaal altijd 3-0, 2-0 of 1-0. Ja, het 1 keer 3-1. Maar ze hebben dan dadelijk ongeslagen het kampioenschap. En dat is toch wel vet. En toch ga ik dan voor een keer. Of met het Nederlandse team, of al met het Premier League team. Het Premier League team vind ik wel echt vet. Echt fijn. Dat was een beetje taart. Klein beetje wel. Give me a ball. Oké. Nou, doe maar zo even. Dankjewel. Van Bommel. Oh. Jammer. Jammer. Dit is zeer jammer. Ja, schiet maar weg. Jij kwam toch al uit, dus dan dacht ik vandaag, dan moet je hem wel schieten, hè. Als je hem dan niet schiet. Nou, we hebben een keer gehad dat hij, was bepest, dat hij terugliep. Hij lekt een beetje, maar dat weet ik niet waarom. Sorry daarvoor. Hij lijkt een heel klein beetje. In mijn spel ook hoor. Oh. 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 Als die erin ging, jongen. Oh, hij begint een beetje te laggen, jongen. Ja, daar was hij. Daar gaat hij weer. Precies wanneer ik zeg hij begint te laggen, schiet hij weer naar de 30 fps. Dat is mooi. Ja, tenminste een file, hè. Want normaal zit ik rond de 60 fps qua game. Hopsakee. Nothing. Ik zat even geconcentreerd van lukt het? Ja, het lukt. 5-0. Yeah. Wat dacht Charlton dan? Wat dacht Charlton Athletic dan? Hè? Dat hij een beetje hier kon komen winnen? Nou, dat dacht ik dus even niet, hè. Ik ga gewoon jullie overroelen als een bazige baas. Meer. Oh. Maar trouwens, ik zou eigenlijk proberen of ik uitkom, hè. Ach ja. In thuispositie lukt het me ook. En die is voor mij. What the fuck? Verkeerde knop. Ik zit op de voorzetknop te bashen. What the fuck? Dat moet ik niet doen. Dat is de verkeerde knop. Daarmee score ik geen flikker. En dan begint het te laggen, jongens. Hou op met laggen.
I don't like it when you lag like a motherfucker. Me. Maar het is ook gewoon een game hoor. Die lag die daar komt, komt omdat het ook een game lagt. Meep. Ah, jammer. Ik kon net gaan uithalen. Ja, ik ben nu heel creatief aan het proberen aan het doen. En daar had ik beter vanaf kunnen blijven. Maar goed. Game me een stroopman. Die eigenlijk nog geloof ik niet gescoord heeft wel. Ik weet niet of Stroopman wel eens gescoord heeft. Miep, nee. Nee, nee jongen, nee, nee! Hé, hey, niet doen, nee, finish zappen. Niet doen, dank je. Ik zag Narsing lopen en die kan dribbelen als een bazige baas. En het staat 6-0, jeehee. Narsing is denk ik dadelijk man of the match, want hij speelt echt fucking lekker. Ik moet hem vaker zo'n dribbelkaart geven. Ja, ik heb nou allebei. Ik had twee dribbelkaarten en die heb ik nou allebei vergeten. Of vergeten, vergeven. Maar ik heb nog misschien wel een paar zilver of bronzen. Want die heb ik ook nog, die kaarten. Ik gebruik nooit bijna die kaarten. Nee, dat is niet snel genoeg. Jammer. Dank. Hey. Maar Nassim zullen jullie nog terugzien hoor. Het Nederlands team. Ik moet er wel even nadenken welke tenues ik die geef. Want ja, in goud nu, PC is het enige goud nu. Oh! Fuck jou, Stevens! Fuck jou! Jij maakt mijn monsterscore van 6-0 en is een beetje lelijker door 6-1 te maken. Man, I love you! Man, I love you! Man, I love you! Doei voor de. Iemand! Iemand! Daar maak hem! Ladder! Daar! Ja! 7-1, Narsing! Het duurde even. Schot op de paal, schot, doelpunt. Je schiet op de paal. En driemaal is scheepsrecht. Mie. Nou, 7-1, je motherfuckers. Beetje een doelpunt lopen maken bij mij. Denk je wel niet dat je dat zomaar mogen? Hé, wie heeft jullie gezegd dat dat zomaar mag? Ja, fluit maar afscheid. Yahoo! 7-1, we zijn kampioen van deze competitie hier. What? Narsing! Narsing heeft er 4. Toivonen, Mertza van Bommel. Maar Narsing heeft er fucking 4. Ik denk dat die wel man of the match is. Als die geen man of the match is, word ik gek. En... daar, hier, zie. Ik had Matas een koppenkaart gegeven, maar die was uiteindelijk niet nodig. Want, ja, als Narsing en Mertza dan zo makkelijk dribbelen, dan wil ik zo graag naar binnen toe. En ik zal het ook even laten zien dat we kampioen zijn geworden. Miep, titel gewonnen! Je hebt de titel gewonnen! En dat betekent dat wij een nieuwe divisie 2 mogen gaan kiezen. En dat doe ik nu alvast eventjes. Ik heb tot nu toe altijd de World Tour gedaan, zo heet het daar. Maar ik ga even kijken. Want ja, deze wordt echt te moeilijk. Dus ik denk niet dat ik die ga doen. Ook al is overal 15 punten moet ik minimaal hebben om niet naar divisie 3 weer te gaan. Voor de 22 punten blijf ik in divisie 2 en bij 5, of ga ik naar divisie 1 en bij 25 punten ben ik kampioen. Maar dan wil ik niet eentje die veel te moeilijk is. Maar ik wil ook niet, kijk, want dit is ongeveer hetzelfde, maar de titelbonus is meer, daar kijk ik ook naar, want dit is echt een heel sterk seizoen. Ik ga gewoon even gaan kijken, hier zie je dit, Napoli, Atletico, Valencia, Arsenal, dit is toch echt gewoon niet grappig, goed moeilijk. World Tour, dan doe je weer wat ik altijd heb gedaan. En dan krijg je deze tegenstanders, even kijken wat ik bij... Ja, hier krijg je alle Portugezen, nou dat doe ik niet. En hier hebben wij alleen maar Engelsen. Dus dat is soms, ja, dat is de Engelsen. En waarschijnlijk ga ik een Premier League team gebruiken. Dus het zou wel grappig zijn als ik deze ga doen. Wel worden het nou echt hier wereldklasse. Die had ik net er eentje tussen staan.
Nu heb ik nog maar één semi-pro en de rest is allemaal wereldklasse. Hoe is dat bij World Tour? Oh, is iets minder. Wereldklasse, wereldklasse, prof, wereldklasse, prof, wereldklasse. Geen semi-pro meer, maar ik moet toch wel... Ik denk dat ik nou echt op het niveau zit wat ik aan kan, niveau 2. Dat denk ik, dat ik denk dat niveau 1 mij niet gaat lukken om te halen. Maar ik twijfel of ik die of die ga doen. Een World Tour of alleen Engelse. Ik ga sowieso geen Ultimate doen en ook geen Portugese. En eigenlijk, ja. En waarom, de reden waarom ik geen Portugese doe is eigenlijk hetzelfde als ik kan geven waarom ik die niet zou doen. En dat is omdat ik verschillende landen wil hebben. Dus dan denk ik dat het toch maar weer een World Tourtje gaat worden. Ook al geeft het iets meer punten. Ik ga toch voor de World Tour. Ja, ik ga... Weet je zeker dat dit seizoen voor inspelers starten? Ja. Ik ga de World Tour doen. En dat betekent dat wij de volgende wedstrijd niet meer met PSV gaan spelen. Dat kan ik jullie alvast verklappen. Want als ik zo zie, kan ik... Nou, kijk, we moeten de volgende keer tegen Molde FK voor de Heerenveen Sports. Ik ga voor jullie revanche nemen. Voor de Heerenveen fans ga ik het doen. Maar dat doe ik dan met het Premier League team. Dus ik ga alvast naar team selecteren. Het Premier League team ga ik er hoogstwaarschijnlijk voor gebruiken. Of ik ga nog, want ik wil bij het Nederlands elftal. Of het Nederlands elftal, het Nederlands team dat ik heb gekozen. Dat moet ik eigenlijk zo doen. Team selecteren. Het Nederland, ja, dat is qua beoordeling eentje minder. Maar zoals jullie zien, ja, dit is nou het Nederlandse team even. Er is trouwens geen betere linksback als jullie dat je afvragen. Er is geen gouden linksback, dat vind ik wel jammer. Maar ik heb nog één plekje en eigenlijk nog 3 spelers op mijn verlanglijst staan. Tenminste, 3 spelers die mogelijk zijn om te halen. Daar zijn... is van Bommel ook zo, is Robben. Maar Robben die is echt tyfus duur. Daar kom ik echt nog lang niet aan. Of ik moet hem in een pakketje krijgen of zo. Maar daar kom ik echt voorlopig nog echt niet aan. Ten tweede nog van Persie. Van Persie is ook verdomd duur. Dus dat duurt nog wel even. Of ik ga, hoe heet die? Sneijder halen. En Sneijder is op dit moment ook nog heel duur. Ik zal heel even, ja, dit wordt een lekker lange aflevering omdat we toch kampioen zijn geworden. Zal ik heel even bij handelen, is Sneijder gaan opzoeken. Positie, ja, doe maar even zo middenvelder. Ik wil een 4-3-3, want ik ga nou helemaal naar de 4-3-3. Natuurlijk goud, Nederlands. Serie A, ah daar stond hij. Serie A. Inter, nou zoek maar. Dan zie je hier echt gewoon prijzen waarvan je denkt, nou dat is toch niet meer nog grappig. Als je gewoon ziet, even alleen de startprijs, 25, 21, 20, 13,5, 19. Dan doen we eventjes nog opzoeken de Baglesia, ja. En dan Manchester. Dan weet je wel wie ik bedoel. Hé, hey. Oh ja, dat is geen middenvelder, hè? Dat is een aanvaller. Nou, dan komen we bij Van Persie. Die is echt ook weer gigantisch duur. Maar ja, als ik even Van Bommel ga opzoeken, dan denk ik dat iedereen denkt van... Ja, hey, die kun je op je buik schrijven, Michael. Die krijg je echt never. Waar staat die? Hey, hier. FC Bayern. Is er geen aanvaller? Dat toch wel? Nou, dan doen we even willekeurig een beetje wat... een RV. 850.000... Daar kom ik nooit meer aan. En het is ook sowieso over 3 uur. Maar binnen 3 uur kom ik daar niet aan. Je ziet nou op. Ik zal wel even mijn. Facecam even. Vanaf nu even weghalen. Dan zie je dat ik. Nou 6195 punten heb. Hallo, we zijn weer terug. Ja, dus dat gaat hem gewoon niet worden. Dat gaat hem nog echt niet worden. Dus, ja, dat moet ik dus nog even op sparen. En dan, ja. Dan gaan wij de volgende keer. Hoogstwaarschijnlijk dus met het Premier League team. Wat ik al een tijdje af heb. Met dit team. Waarmee ik dus ook al online een paar keer heb gespeeld. En dit speelt ook echt lekker hoor, dit team. Ja, daarmee gaan we het spelen. Dan is het ook het... Dan zijn het nu anders, logo anders, alles anders vanaf Divisie 2. Bedankt voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog omdat we kampioen zijn geworden.
abonneer, laat een leuke reactie achter met bijvoorbeeld kampioen. En ik zeg later, doei!